nooit wegkijken, erop af, bondgenoten zoeken. Dat is erop afgaan, dat is niet wegkijken, dat is bondgenoten zoeken. Bij deze wil ik me kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Het mogen duidelijk zijn, bondgenoten is wat deze kandidaat lijsttrekker zoekt in de voorverkiezingen. Bondgenoten in de stad zijn mensen die zeggen van als je iets ziet wat niet bevalt, dan ga je erop af. Dan kijk je niet weg, dan ga je bondgenoten zoeken om er wat aan te veranderen. Want we doen het niet alleen, we hebben allerlei mensen in de stad die zorgen dat Amsterdam sterk en sociaal blijft. En ook niet-PvdA'ers mogen in deze voorverkiezing dus meebepalen wie de lijsttrekker van de partij wordt. Maar of dat de partij louter goed zal gaan brengen... Het moet een keuze zijn die je niet alleen maar beperkt tot de 5000 mensen die lid zijn... maar dat iedereen die sympathie voor de Partij van de Arbeid heeft mag meestemmen. Dat is ook een beetje gevaarlijk, of niet? Waarom? Nou ja, als u het nou heel goed doet en alle mensen die tegen de PvdA zijn... die zeggen nou, ik ga niet op die Hilhorst stemmen, want die is veel te goed. Ja, en dat is nou typerend. Er zijn mensen die zeggen van, wat zijn de gevaren, wat zijn de risico's? En ik zeg, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de kansen? Op 28 september en 5 oktober zullen deze primaries plaatsvinden en kan iedereen dus stemmen. Maar of het een bloedstollende strijd gaat worden, is even de vraag. Hilhorst is tot nu toe de enige kandidaat.